Schilder Johan Jongkind is terug in Midden-Delfland. Dinsdag is een levensgroot standbeeld van de schilder naar de Duifpolder gebracht, waar hij een plek krijgt aan de oever van de Vlaardingerkade. Jongkind leefde in de 19e eeuw, groeide op in Maassluis en was aan het begin van zijn loopbaan vaak te vinden in Midden-Delfland. Hier aan de Vlaardingervaart maakt Jongkind een van zijn werken. Voor Tessa Kleijs uit Maassluis reden om Jongkind in dit landschap te vereeuwigen. Zij vertelt eerder over Jongkind bij de WOS. Doordat hij veel lopend en schetsend werkte langs de trekvaartroute, dat is eigenlijk zijn componenten geweest die inspiratie zijn geweest voor de kunstenaars die later het impressionisme begonnen zijn. Rob Houdijk is de maker van het standbeeld. Ja, ik ben erg tevreden. Het heeft voeten in de aarde gehad voordat de opdracht helemaal geconcretiseerd kon worden. Maar ik ben er heel erg blij mee. De bondschieter ook uitstekend werk. Hè. Ik ben er heel erg trots op. Schitterende omgeving. Ik kom hier niet vandaan. Ik woon in Alkmaar. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Maar heel mooi. Heel toepasselijk nogmaals. Jongkind hier. Waar hij ook gewerkt heeft. En waar nog steeds heel veel te zien is en heel veel te werken is. Heel veel inspiratie op te doen is. Ja. De maker van het beeld vindt dat Johan Jongkind meer aandacht mag krijgen in de kunstwereld. Een mooie eerste stap is dit standbeeld. Komende zondag wordt het onthuld, precies 200 jaar na zijn geboortedag.